De United Nations Office on Drugs and Crime organiseerde een driedaagse training vanaf 11 juni 2024 in Suriname om de bestrijding van illegale wapenhandel te versterken. De training was gericht op politie, leger, douane en kustwacht. Procureur-generaal Garcia Barghsing en Calictus Joseph van CARICOM Impex benadrukten het belang van samenwerking. Nationale veiligheidsdirecteur Shivanand Ramlal riep op tot een gezamenlijke aanpak. Internationale partners zoals Europol en Interpol deelden hun expertise. Het ministerie van Volksgezondheid van Suriname heeft een akkoord bereikt met het Hospital Internacional de Colombia in Bucaramanga om patiënten met complexe zorgbehoeften weer naar Colombia te sturen. Minister Amar Ramadan besprak betalingskwesties en toekomstige samenwerkingsmogelijkheden met de ziekenhuisdelegatie. Naast betalingsafspraken werden ook afspraken gemaakt over kennisuitwisseling en nieuwe protocollen om de zorg voor Surinaamse patiënten te verbeteren. Beide partijen zijn tevreden met de uitkomst en kijken uit naar verdere samenwerking. De Stichting Nationale Bloedbank van het Surinaamse Rode Kruis viert vandaag de 20e Wereldbloeddonordag. Deze dag, opgericht door de WHO, eert bloeddonoren voor hun onbaatzuchtige bijdragen. Het thema 20 Years of Celebrating Giving, Thank You Blood Donors benadrukt het belang van bloeddonatie. De bloedbank is open tot 6 uur voor donaties die cruciaal zijn voor noodsituaties en medische behandelingen. De gemeenschap wordt uitgenodigd om deel te nemen en bloeddonoren te eren voor hun bijdrage aan een gezondere samenleving.